Op het Amsterdam Business Forum luisterde ik natuurlijk ook naar Yuval Harari. En ik heb er best wel een tijdje op moeten kouwen wat ik daar nou over moet samenvatten. Of wat mijn takeaway van dat verhaal was. Die gast heeft natuurlijk een scala aan boeken geschreven, een scala aan inzichten. Dus, wat moet ik daar nou over zeggen? Tot ik vanmorgen, ik mag 's morgens graag een rondje wielrennen, dit bordje tegenkwam. Het bordje, dat stond op de route die ik al dag in dag uit fiets. En nou kan ik mijn rondje toch niet fietsen. Nou, daar kan je op twee manieren mee omgaan. Mijn nog steeds toch wel primaire reactie is er stevig van balen. Maar een andere reactie is te denken, hé, wat kan ik dan wel doen? Met andere woorden, letterlijk wend het roer, andere koers rijden. En dat heb ik gedaan en toen heb ik best wel een mooie route gereden. Toen dacht ik, hé, misschien is dit wel wat Yuval Harari bedoelde met reinvent yourself over and over again. Zijn verhaal ging over dat de wereld zo vreselijk verschrikkelijk snel verandert, dat computers straks bijna alles kunnen wat wij mensen kunnen. Tot aan de koelkast die waarschijnlijk beter weet hoe jij je voelt dan je eigen partner dat weet. Wat ze alleen waarschijnlijk niet kunnen is snel wenden bij wisselende omstandigheden. Dus misschien is dat wel de takeaway die ik uit het verhaal van Yuval heb meegenomen. In hoeverre ben je in staat te registreren dat het pad wat je van plan was te gaan niet meer werkt? En je roer om te gooien en mee te gaan op het pad wat zich dan aandient. Wendbaarheid is misschien wel een van de gaafste vaardigheden die je jezelf op dit moment kan aanleren. En voor mij was dat de kern van het verhaal van Yuval.